Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering deel 2 van die dag dat we bezig zijn met onder andere die sip van die jongen uit Almere. En we gaan even kijken hoe het met Jeroen gaat. Chakalak. Yes, yes. Hoe is hij met jou? Goed. Wat are you doing? Een scootertje aan het maken. Ja? Oké, okay, een beetje smeersel erop. Een nieuwe video, een nieuwe dag, een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Nog steeds dezelfde dag, meestal wat ik bedoel. Wij gaan nu aan de slag met deze sip. Maar de klant gaf aan dat hij een wom wom wom, een soort, wat voor geluid hoorde? Ja. Magnetrongeluid of zo? Helikopter. Helikopter? Ja. Oh, nou goed. We gaan even rijden, even luisteren of een helikopter in die scooter zit. Oké, jongens, ik heb een sleutelpak aangetrokken, 2018. Overal, heel lang geleden, normaal gesproken werk ik alleen maar met werkbroeken. En hier kun je zien, als het goed is, kun je het zien, Jeroen? Ja, man. 2018, de overal, de gouden ouwe. En mijn stagiair, die heet Galit, wat was ze bijna ook weer? Oh ja, Dirham. Ik noem altijd Dirham. En ik weet niet waarom. Enfin, in ieder geval, die zei, oh, die pak zo vet, man, die moet je houden. Dus ik heb vandaag gelijk gebeld met de pakkenleverancier. Wij gaan weer aan de pak. En het leuke van die overallen is, jongens, dat die overallen weer allemaal een eigen naam krijgen, een eigen jaar. Dus dit is nu 2021. De pak krijgt nog 2021. Deze is 2018. Nou, dat kun je zien. 2018. En nou, Jeroen krijgt er een in de top en Chakaroen op te staan. Dat is zijn bijnaam. Chakaroen. Nou, die van mij wordt natuurlijk Johammed. En van Galit noemen we Dirham. En voor Nassim, we moeten even kijken of het Nassim wordt of Nassim of Nashizza. Ik vind Nashizza wat vet. Nu de brommer. Even luisteren wat hij doet. Dat is niet best. Niet best. Ik geef vol gas, jongens. Heel laat reactie. En zijn handvat zit ook trouwens hier tussen de stuurkap. Dus die loopt aan. Dus die ga ik wel even bellen. Moet even wat aan doen. En gas. Hele dikke gas vertragen, zeg. Nou, even luisteren. Begrensde stand. Wat horen we? Ik hoor niet echt iets raars nog, maar ik merk wel met het gas is allereerst de Phenom, weet je wel. En die gasreactie is super traag. Oh ja, beter. Hij is nu ontgrensd. En wat doet hij nu? Beter gaat. Daar gaan we. Ja, ik hoor de vertanding. Ik hoor de vertanding een beetje fluiten. Of gieren. Voor de rest klinkt het motortje een beetje rauw, maar dat is niet erg. Kan ook komen door de performance. Nu hoor ik de zoom echt. Dat kan komen door de transmissie. Moeten we zo even naar kijken. 55, 56. Nou, dit is het wel. Hij maakt heel veel toeren, doet voor het weinig. Ik ga omkeren, ik ga terug naar de zaak. In de zaak ben ik bij jullie terug. We gaan voor die pasta. Lekker, lekker. Oké, Jeroen. Ik heb erop gereden. Ja? En wat denk je? Vertel. Hij maakt een zoom 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 geluid, man. Ja? Doet hij zoom zoom zoom? Ja, maar honey bij hut zit erin. Oh, dat is mooi. Oké, maar even serieus. Wat er aan de hand is, is ik denk dat de feestnaaf versleet is, of de rollen versleet zijn, of de fairy versleet is. Hij maakt loze toeren op het eind, of de rollen zijn misschien te licht. Zo voelt het. Misschien druk, veel moet even naar kijken. Ik ga nu de klant bellen. Ik ga vertellen dat ik het heb gehoord gevoeld. En ik ga even bellen als handvat en checken wat er met zijn handvat is. Ze zijn te lang. Nee, ik ga maar kijken. Oeh, die loopt klem. Ik zie het al. Hoe komt dat? Niet goed. Nee, is niet goed. Nee, dus ik ga hem bellen en zeggen van, hey, wat wil je? Wil je dat ik je hele hand wat kapot snij? Of wil je gewoon dat ik gewoon even je gas helemaal terughaal? Zeg wat je wil, maar ik ga gewoon een stukje eraf snijden, is het opgelost. Maar ik ga hem bellen om te vragen wat hij wil.
Ondertussen, jongens, gaan we die cliënt bellen, een Marijnekes. Hey Marijnekes, met Joey. Hey man, ik bel voor je Sippy. Hij staat op de brug. Gashendel, je handvat zit tussen je stuur. Tussen die kap. Ja. Wil je dat ik dat afsnijd, dat rubber wat er te veel zit? Oké, moeten we dat met rust laten? Ga je dat zelf fixen? Ja, dat ga ik zelf doen. Goed, dan gaan wij nu aan de slag. Ik ben bij je zo meteen weer, ja? Is goed, man. Ah, ja, kapitein. Hoi, hoi. Yo, yo. Oké, jongens, ik weet wat we mogen doen. Wij gaan nu aan de slag. Check mee, Jeroen en ik gaan ze lekker sleutelen. Precies, ga ik even kijken of zijn balverspeling van die andere brommen goed is. Oké, jongens, hier gaan we. Dit is de kaartenkap. Hier is denk ik het probleem van het magnetrongeluid. Dus die gaan we even loshalen en kijken wat we zien. De kaartkap is eraf en hier zit de kaartkaplager in. Die kan ook geluid maken. Deze keer maakt deze niet het geluid, dus ik klik gewoon keurig. Nou, de pasbus zit netjes in, dus allemaal netjes. Ja man. De rollen worden wel vierkant, ik hoop dat je dit goed kunt zien. De rollen zijn qua gewicht goed, wel vlakke kant dus versleten, dus die gaan we sowieso vervangen. Huppakee. De feestnaar zag er ook niet heel slecht uit. Variootje, klein beetje een baan, maar goed, dat hoort erbij. Staat de krans ook trouwens. Gaan we even bellen en vragen wat hij wil. Nou, ik heb de klant Tom even gebeld en eventjes die rolletjes laten zien. We gaan voor 7,5 gram rolletjes van Leo Fins. We gaan hier achter de kaartkap aan de slag. Ik ga even toelichten. Wij vervangen bij iedere beurt altijd de Vario Coolfin. En heel veel mensen en heel veel bedrijven zullen het heel raar vinden. Maar er zit een reden achter, jongens. Deze Vario Coolfin zit op de krukas. Bij de vroegere modellen zaten geen puntjes op dit kickstart tandwieltje. En wat er dan gebeurde, dat als de kruksmoer aangedrukt op de krukas zat, dan kon je speling krijgen op deze Vario fin. Als die speling krijgt, dan krijg je geluid alsof je krukaslaag eruit ligt. Om die reden vervangen we ze altijd. Dat ding kost echt werkelijk helemaal niks. De kaartkap is helemaal klaar. Nu ga ik het luchtfilterhuisje even openhalen. Dat we natuurlijk ook bij de beurt. Gaan we het elementje vangen en het huisje rijden. Of dit is het luchtfilterhuis en dit is de binnenkant ervan. Nou, het blijkt mee te vallen hoe vies het is. Hier in het echt, kijk, zit die wel een beetje vies is. Nou, er zitten olieresten in. We hebben het element. En het element komt vaak olie en vet. Het is een heel klein beetje vies, maar we vangen wel tijd. Dat is gewoon bij een beurt. Ik moet zeggen dat het voor de rest heel netjes uitziet. Het ziet er netjes uit. Ik ga hem nu even droog blazen. Hij is helemaal zeiknat van de remreiniger. Je ziet het, valt er ook allemaal uit. Het vervliegt allemaal wel. Maar hij is schoon. Nu even droog blazen. Nou, ik ga de luchtfilterhuis nu opdoen. Als dat gedaan is, is hier alles klaar. Dan gaan we de vertandingolie, motorolie, kleppen stellen, een bushetje vervangen en de rest. Hoe is het bij jou, Chuckalak? Ja, goed. Oké, de batterij van deze camera is leeg, dus ik ga hem even vervangen. Jeroen, jij gaat nu lekker je bruggetje opruimen, want je laat het tot morgen over. En daarna gaan wij deze chip met z'n tweeën aanpakken, ja? Oké, ik ga op start met de vertanding. Hey man, met Joey. Yo, Joey. Yo, 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 we zijn druk bezig met de scooter nog. We zijn nu de olies aan het doen. Daarna doen we de kleppen en de bushy nog en de rest van de onderdelen. Wil jij gratis van joeyschaap.nl een kentekplaat houden van joeyschaap.nl? Volgens mij Joey, rustig of pak me dan. Ik zeg doen en ik zeg verras me maar, maak er wat leuks van. Verras me maar. Oké, goed. Goed, goed, goed. Dan gaan we er eentje onderleggen, ja? Dit wordt hem. Niet zo boos kijken, hè? Jongens, wat ik jullie wilde vertellen, het goede nieuws, ik doe even de muziek uit. Wat ik jullie wil vertellen, het goede nieuws is, jongens, Chuckalak, Chuckaroen, Jeroen,
ik word gebeld. Wij vangen. Ben ik weer. Dat betekent dat Jeroen met mij voor zichzelf gaat beginnen in Lelystad. Maar we beginnen bij het begin op Instagram. Op mijn Instagram is Joey Spaan en op de Instagram van Jeroen natuurlijk. Via Instagram gaan wij nu één keer per week een afspraak maken met de Thunderbus in Lelystad en de omgeving om een cursus te doen in jouw school. Dus heb jij werk, ga naar zijn Instagram, naar mijn Instagram en check onze stories. Als wij in Lelystad aan het werk zijn, dan kan je ook voor een bandje of voor een beetje opvoeren, weet ik wat, kan je ons benaderen en dan kan hij het weer uitvoeren in Lelystad. Straks heeft hij echt een vaste locatie in Lelystad, dat komt later allemaal. Dus gaan we lekker dit even proberen en testen één keer per week in Lelystad. En dat is wat ik tegen jullie wil zeggen. We gaan het straks nog helemaal goed uitleggen op Instagram, dan kun je alles zien. Dus zorg dat je gaat abonneren met onze Instagrams. En nu maken wij als eerste even deze scooter af, die rustig plaat erop. En Jeroen, heel succes alvast met al die klanten die nu zitten te kijken, die hoop voor jou willen in Lelystad. Sorry. Nou, je gaat het druk krijgen. Yes. Alles opvoeren. Dat is een Multifire, Thunder Aegis, Bafensis, Powerbens, Tactices, Hoefensis, Yamaha R1's. Hij gaat alles doen. Jeroen is echt een Hollander aan. Kentekenplaats zit erop. Nou, Jeroen doet even nog de kleppen stellen en de bougie vangen. Doe gewoon even een beetje snel of zo. Ik ga nog beginnen met die toeten. Dat zijn de voorkant daar moet de binnenkant moet halen. Doet hij echt niet? Oh ja, ik hoor het ja. Nou, dit is de klakson nu. Je doet het dus niet. We gaan hem nu vervangen voor de rammer à la crème. En de rammer à la crème is deze oude toeter die je ook kunt bestellen op joeyschaap.nl. Ja, hij doet het. Hij doet, hoor je dat? Ja. Oké, okay, nou de binnenkap zit er weer op. Ik geef nu over aan Jeroen. Jeroen die bouwt even de hele scooter af. En als hij dat... Film nou weer heen, man. Nee, jou. Ja, nee, je filmt daar weer heen. Ja, maar met jou erop. Daar, man, even serieus. Met jou erop. Even bij de les blijven, houden. Jou erop. Leuk om tegen hem te fitten, toch? Nee, dus zometeen is hij klaar. En dan ga ik hem weer testen en gaan kijken of hij magnetron eruit is. En als dat gedaan is, gaat Jeroen terugrijden naar Almere om te kijken wat de klant van vindt en of hij blijft. Ja, man. Ja? Hij is klaar. Oké. Ik ga hem testen, even kijken of de magnetron eruit is of minder is. En als we dat hebben gedaan, dan kun jij gaan rijden naar de klant, ja? Top. Oké, inmiddels staan we scooter binnen, je ziet de zak zit er helemaal vol. Dan richt gelijk stukken beter dan in het begin. De grens eraf. Nog één keer terug. Handje mee. Huppakee, vol gas. Dit is het resultaat na de bump. Ja, trekkracht keurig. Loopt keihard door. Loopt echt hard door. Huppakee. 45. Dan gaat er richting die 50. Ja, loopt hartstikke mooi. Toerf loopt een stuk mooier. Minder magnetron. Nou, even kijken wat hij op de top haalt. Hij gaat nu uitlopen. Ja, nu komt er een klein beetje magnetron. Ja, zo op de eindsnelheid. 56. Minder magnetron dan eerst. En hij trekt super goed op, dat zag je. Ik denk dat die toerf loop nu beter is, omdat er een nieuwe snaar in zit. En die rollen natuurlijk goed zijn. Ja, ja, al die zooi mee. Voor Jeroen zijn eigen winkel. Gaan we spullen voor Jeroen zijn winkel. Oké, nou Chippy. Het Chippy is klaar, hij loopt mooi jongens. Wat ben jij aan het doen? Is allemaal voor je nieuwe winkel of niet? Ja man. Een kastje voor je nieuwe winkel. Dit is van Winkel 1.0 van Joey Schaar deze man. Deze kast. Ja. Die spullen ook. Dit is mijn eerste proppen set dat. Laat even zien, hè. Laat even zien. Ja, we proppen zijn nog niet, daarom heb ik hem nog. Ik heb deze al 10 jaar. Dit is de pro prop set. Ja, veel succes dat je veel mag proppen Jeroen. Oké, jongens. Wie gaat dit mooie schipje binnenzetten? Aardbei. Ja, ja. En hij staat in de bus jongens. Top houden. Je kop. Ja. Echt? Dat je grap maakt houden. Succes Jeroen. Yes? Film je de klantse reactie? Ik moet even een box geven houden. Ja man, steeds lang van aan. We zijn weer. We zijn onderweg zoals jullie kunnen zien.
Ik heb achter in de bus heb ik het zwarte zipje weer staan. We gaan hem nu weer bij de klant afleveren en kijken wat zijn reactie is. Want zijn toeter deed niet en nu heeft hij een hele andere toeter. Dus ik denk dat hij heel erg blij is en even lekker gaat toeteren. En zijn buren boos maken. Kijk gezellig mee. Ik moet ook nog even tanken, want de bus heeft dorst. Isol, Tank rolt er ook bij. Goedenavond. Yo. Zijn we weer. Ben je blij dat je goed terug is? Ja. Dat is mooi. Zeker. Je hebt mooie badslippers man. Ja hè. Oké. Je hebt een nieuwe toeter. Ja. En je mag hem alleen horen als je hier gaat luisteren. Hier. Ja, dan ben ik doof. Ja? Nee, ik wil je gezicht zien. Ja? Jezus. Hij is lelijk, hè? Lelijk, ja, maar hij klinkt wel leuk. Ja, toch? Nou, mooi. Zeker. Nou, je zipjes helemaal af. Mensen in de zijk nemen. Ja. Je scootertje is af, nou, hij is helemaal vers, alles heeft gesproken. Yes. Ik ga even afhandelen met de klant en dan niet letterlijk afhandelen, hij gaat betalen. Dan ga ik naar huis slapen en dan zie ik hem morgen.